De poeders gaan we doen. Het zijn er een aantal, tenminste een hoop, zoals je kan zien. Er is veel presspoeder en veel losse poeder. Het is gewoon veel poeder in het algemeen. Ik denk dat ik een no-buy op poeders moet gaan instellen. Wat van een hoop weet ik niet eens meer wat ik ervan vind. Zullen we beginnen met een kleine doosje en dan doen we alle losse dingen daarna wel. Dit is de Elf Camo Powder Foundation. Ik hou je even zo dichterbij, dan hoef ik niet zo met mijn armen te strekken. Ja, het is heel donker en regenachtig vandaag, dus je zal veel schaduw zien. Sorry, het licht is beneden aan mijn woontafel niet optimaal. Dit is de kleur Fair 120. Ja... als een gewone poeder is het denk ik wel prima. Ik weet het niet meer zo goed. Wat ik wel weet is deze Dior Powder No Powder in 1 Neutral. Dit is echt een hele fijne poeder. Als je het hoort, alle dieren zijn binnen want het regent. En de vaatwas staat aan en de blower staat aan. Want het is hier in huis nog steeds 24 graden. Ik heb de Glowish Luminous Pressed Powder in de kleur 01 Fair. En ik moet zeggen, ik vind hem niet zo glowy als iedereen zegt hoor. Op mijn huid is het echt prima. Dan heb ik de Revolution Pressed Powder. Die vond ik blijkbaar heel fijn. Volgens mij voor onder de ogen. Hij is wel een beetje wit. Dan heb ik de Revolution Bake and Blot Translucent. Ik heb de XX Revolution Translucent, gewoon vaste poeder. Als ik het open krijg, dat kost me mijn nagels. Is heel hard gebakken. Maar goed. En dan heb ik een aantal L'Oreal poeders. Ik heb de True Match in... Staat er geen kleur op? Super Blendable Perfecting Powder. In de kleur... Hallo? Nou. In de lichtste kleur. Dan heb ik de L'Oreal Infallible Fresh Wear Foundation in a Powder. In de kleur 130. Die is wel iets te donker, denk ik, voor mij. Ik heb de L'Oreal Glam Beige. Healthy Glow Powder. Oh, die ziet er wel heel mooi uit. En dan heb ik de L'Oreal Age Perfect. In de kleur 01 Light Medium. Dan heb ik van Chanel de Le Beige Healthy Glow Sheer Powder. Er staat geen kleur bij ook. Hele mooie neutrale poeder. Die vind ik heel fijn. En ik heb de Healthy Glow Illuminating Powder in de kleur Sand. Die heeft iets meer shine. Dan heb ik een hele oude van Clinique in de kleur 02 Clarifying Neutral. Maar die is al zo oud. Kijk, het zit gewoon vastgeplakt. Die is al zo oud. Die gebruik ik eigenlijk niet meer. Die is gewoon meer voor de herinnering. En dan heb ik van Kiko de Radiant Fusion Baked Powder in de kleur 01. Ook een hele fijne poeder. Dat was
de eerste doos. De tweede. Oh, ik heb ook nog de Essence Brighten Up Powder. Maar die is echt helemaal uit elkaar gevallen. Geen idee. Dat kan ik niet meer maken. Ik haal de losse poeders er even uit. Dan doen we dat even apart. Ik heb van Revolution Planet. Wow. De Universal Pressed Powder. Nou, daar geloof ik niet in Universal. Want dit is zo wit als wit maar zijn kan. Zelfs op mijn huid. Iemand met een donkere huidskleur kan dit niet gebruiken. Ik weet niet of het werkt, want ik kan me niet herinneren. Ik heb van Collection de powder, de setting powder illuminating in de kleur... Dit is een ultra smooth make-up setting powder infused with illuminating pearls. In geen kleur. Waarom staat het niet? Zou dat op de stickertjes gestaan hebben? Dat ik dat iedere keer eraf haal. Of hebben ze er maar gewoon één kleur van? Dat kan natuurlijk ook. Dan heb ik de Maybelline Green Edition Blurry Skin Powder. In de kleur 035. Ik heb de Maybelline Affinitone. True to Skin Perfecting Powder. Daar was er ook maar één van. Die heeft ook een sponsje en een spiegeltje zelfs. Ik heb er twee van de Skin Loving Essence Line Sensitive. De Skin Loving Sensitive Mineral Powder. En die was er maar in één kleur, translucent. Ja, hier heb ik een backup van, want deze vind ik heel fijn. Dat is de enige waar ik er twee van heb. Dan heb ik de Catrice Poreless Perfecting Powder. Die, die kan je niet meer krijgen. Ik heb de Catrice All Matte Shine Control Healthy Look Natural Glow Powder. In 100 Neutral Fresh Beige. Dit vind ik ook een hele fijne poeder. Dan heb ik van Revolution. Ja, de Reloaded Powder in Translucent. Ook een hele fijne poeder. Ik heb van Rimmel Kind & Free. De Healthy Look Pressed Powder. Beetje wit, maar prima. Dan heb ik de Catrice Prime & Prime Luminizing Powder in Radiant Beige. Dan heb ik de Catrice Setting Powder. Ja, 5-in-1, maar die bestaat volgens mij niet meer. Maar die is heel wit ook. Volgens mij doet hij het niet meer. Ah, ik heb nog een andere van de Healthy Glow versie. Dus die doen we even bij de goede. Dan heb ik er een van NYX. Dit is een finishing powder. In porcelain. Deze is een beetje baked. En van Catrice heb ik tot slot, nou niet tot slot, maar heb ik de Mineral Matte Face Powder van de Clean ID Line. Die is heel mooi en heel smooth en heel een beetje boterig. Van Revolution heb ik de Infinite Pressed Powder, Universal Pressed Powder met niacinamide. Dat is ook gewoon een witte poeder, maar niet zo wit als de rest. Dan heb ik er hier twee van. En wat is het verschil? Dit is de Revolution Conceal and Define.
Oh, dit is de Translucent en dit is de P1. Dit is Pace Powder, hè? Powder 1. De Satin Matte Powder Foundation with Hyaluronic Acid en Cannabis Sativa. Dat is deze ook. Oké. Okay. Dit is dus een Pressed Powder Foundation, maar die gebruiken wij gewoon als pressed poeder. Dit is de kleur 1. Oh, die moet ik misschien wat meer gaan gebruiken ook. En dit is de Translucent variant. En die is gewoon wit, maar heel romig. Hij voelt heel romig. Oké, dit zijn alle pressed poeders. De losse poeders. Ik heb van Revolution de baking powder in Translucent en in Lace. En allebei vind ik fijn, prima, werkt goed voor mij. Dan heb ik de Infinite Loose Powder, Universal Loose Powder met niacinamide. Is een witte poeder, een witte losse poeder. Heel zacht, heel fluweel, heel ja, een beetje satijnachtig om aan te voelen. Ik heb, dit is dezelfde, maar deze zit nog in het doosje. Dit is de Conceal and Fix Light Pink Loose Setting Power. Talc Free and No Flashback Water Resistant. Dit is een roze poeder. Ook een hele dunne, fijn gemalen poeder. Heel fijn, want anders heb ik er niet ook een backup van. Dit is de XX Revolution Translucent. Jeetje. Waarom gaat... Dit is een witte losse poeder. En dan heb ik ook een XX Revolution Luster poeder. En die gaat alweer de andere kant open. Dit is een gekleurde poeder. En deze heeft een glimmertje erin. Dus dit zou dan meer een finishing poeder zijn. Dan heb ik een Revolution Pro Goddess Glow Finishing Powder in Radiant. Nou, dit is echt gewoon een highlighter in een potje. Die roze poeder, die heb ik ook in de translucent versie. Alles onder de poeder. Nou goed. Ook fijn. Ik heb de Revolution IRL poeder met pressed aan de bovenkant en los aan de onderkant. Sorry, ik doe even zo. Is een prima poeder, niet dat je denkt woehoe, maar gewoon prima. Ik heb de Catrice Fixing Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. Ja, is ook gewoon prima. Niet dat je denkt, dat moet de hele wereld kopen, maar prima. Dan heb ik de Elf Halo Glow Setting Powder. Dit is de lichtste variant. Deze is nog dicht. Dit is de nieuwe verpakking. Vroeger had het een zwarte dop. De roze poeder wil ik heel graag hiervan hebben, maar die is hier niet verkrijgbaar. Dan heb ik van Halo, van Smashbox, de Halo Glow Fresh Perfecting Powder in Fair. Dit moet je draaien en dan komt er poeder uit, zie je dat? Heel grappig. Is een fijne poeder.
geeft een mooie naturel glow. Niet echt een glow, maar meer een, ja, een soort glowy finish. En dan heb ik natuurlijk de Poudre Universel Libre van Chanel. In de kleur 20. Ja, dit is voor mij de ultieme poeder. Maar heel mat. Dit waren de poeders. Nou, misschien nog wel sneller dan ik had gedacht. Ik ben inmiddels al begonnen met het opnemen van de lippenstiften. Dat worden filmpjes in... ook per categorie, want het is te veel voor in één keer. Ik probeer het een beetje tussen kwartier en 20 minuten te houden. Maar die beginnen dan volgende week. En dan, nou, bedankt weer voor het kijken. Doei!